makker. Kijken terug op afgelopen zondag, wedstrijd tegen Willem II. Wedstrijd eindigde in een 1-1. Ben je tevreden met dit resultaat? Ja, uiteindelijk wel. Toch wel een grote tegenstander in deze competitie. En gezien de voorbereiding, waar we ook al tegen ze hebben gespeeld, hebben we wel kunnen zien dat we flinke progressie hebben geboekt. En dat we zelfs kans hadden op meer. Maar hun kregen ook wel de kansen. Alleen ik heb wel gemerkt dat het echt een wedstrijd was. En dat je daarop verder kan borduren. Ja. Ja, wat je aangeeft, veel kansen. Ja. Dan kom je na 19 minuten kom je op een 1-0 achterstand. Hoe gingen jullie hier als team mee om? Ja, ik denk dat we goed begonnen aan de wedstrijd. En ik denk dat het eerste echte schot van hun binnen de palen, die ging ook gelijk binnen. Dat was wel even zuur, maar ik vond dat we wel volwassen reageerden door eigenlijk wel stoïcijns door te gaan. En misschien nog wel eens een tikkeltje erbij te gooien door kleine dingen nog wat extra's te geven. En ik denk daarna kregen we ook gelijk 2 of 3 grote kansen. Helaas gingen die toen nog niet in, maar al met al vind ik dat we goed hebben gereageerd. Ja, dus je geeft aan dat er grote kansen waren, mede dankzij jou ook, door een solo vanuit eigen helft en een kopbal uit een corner op de lat nog. Ja. Wat dacht je na die kopbal van jou? Zonde vooral omdat Joey vlak daarvoor op de paal had geschoten en rebound werd tegenhouden door de keeper. Ja, ik dacht wel even dat het zal niet zo middag worden van veel kansen, maar geen goals. Maar wat ik zeg, ik vond ons wel volwassen daarin. We bleven doorgaan en het bleef een wedstrijd. Dat is ook belangrijk. En uiteindelijk viel de verdiende 1-1, vond ik. Dus dat was even balen op het moment zelf, omdat we vlak daarvoor ook de kans hebben gehad. Alleen, we bleven gewoon doorgaan waar we mee bezig waren eigenlijk. Ja. Dan deze week geen wedstrijd meer op de planning. De wedstrijd tegen MVV die valt uit voor nu. Dan wordt de eerstvolgende wedstrijd tegen NAC Breda, weer in eigen huis. Vind je het vervelend dat er nou een week geen wedstrijd is, doordat je nou geen wedstrijdritme hebt, of fijn om zo'n lange voorbereiding te hebben? Ja, een beetje dubbel, omdat je natuurlijk al een voorbereiding hebt gehad van 6-7 weken. En dan ben je wel toe aan het echte werk, zeg maar. Alleen je weet, in het begin van de competitie is niemand nog echt ingespeeld op elkaar of niet van het niveau waar je naartoe zou willen. Dus misschien geeft dit aan de andere kant ook wel weer de tijd om nog beter te worden en zowel fysiek als technisch nog beter een team te worden. En hopelijk hebben we deze week en volgende week tot aan vrijdag genoeg tijd om te laten zien dat we nog beter zijn geworden. Ja, want NAC die bleek wel een lastige tegenstander voor vorig seizoen in ieder geval. Geen één keer van kunnen winnen. 2 keer verloren, 1 keer in de beker en een gelijkspel. Ja. Hoe kijk je uit naar aanstaande duel met NAC? Ja, ik denk een beetje hetzelfde als Willem II. Ja, wat je zegt, vorig jaar lastig tegen gehad. Blijft een grote naam in Nederlands voetbal ook. Ja, club en aanhang horen ze wel in de Eredivisie. Alleen, het zal wel weer een pittige pot worden. We spelen wel weer thuis, dus dat moet sowieso ons een boost geven om thuis altijd volle bak voor de 3 punten te gaan. Alleen moeten we wel rekening houden met wat we ook tegen Willem II hebben ervaren. Dat ze toch wel goede spelers hebben en ervaren spelers ook. Dus dat ze uit het niets ook kunnen toeslaan. Ik denk als we dat vanaf minuut 1 op orde hebben, dan wordt het weer een mooie wedstrijd. En er moet blijken hoe ver we daarin kunnen komen, maar we gaan wel voor de 3 punten zeker. Ja.